Welkom bij een nieuwe aflevering van Koffie en Wol. We hebben deze aflevering twee sjaals. De zomerse sjaal met franjes en we gaan verder met de stekensjaal. En Petra heeft een mooie schruk gebreid. Kijk je mee? Ik heb deze week een zomerse sjaal gehaakt. Kijk, deze. Ik werd verliefd op de kleuren. Mint met roze. Echt super goede combinatie, vond ik zelf. Ik word blij van de franjes. Die zwieren in de wind. En wat ik heel leuk vond, is dat er een soort strepen ontstaan. Het is een fantasiesteek, dus het is niet echt een bepaalde naam heeft hij. Ik vind het zelf een beetje op lelietjes lijken, maar dat is persoonlijk misschien. Ik heb aan de randen heb ik nog kleine, hele fijne boogjes gemaakt van 3 of 5 lossen, denk ik. Nou, het precieze patroon kan je terugvinden op de website en de tekening en de beschrijving. Dus dat komt helemaal goed, denk ik. Ik heb hem gemaakt met Lana Grossa Cool Wool Baby. Baby wil zeggen heel fijn en zacht. En het is pure merino wol, dus lekker warm in de winter en fris in de zomer. Ideaal voor de zomer dus. Laat de zon maar komen, ik heb er zin in. Dan nu de stekensjaal. Na een rustige herhalingsteek gaan we nu in de boogjes bloemetjes maken. En ik vind ze zelf een beetje lijken op de lilletjes van Dalen, maar dat is helemaal persoonlijk. We gaan straks in de boogjes van de vorige toer blaadjes haken. En ik ga nu geen blaadjes haken van stokjes, maar blaadjes met dubbele stokjes. Dus ze worden iets langer. En tussen de blaadjes in komt een witte puffsteek, die lijkt dus op het lilletje van Dalen. Ik begin de toer met 3 lossen, want we gaan dubbele stokjes haken. Dus die hoogte heb je wel nodig. Ik krijg hem aan. 1, 2, 3. En een dubbel stokje gelijk in de eerste steek. Bij mij tellen de eerste keerlossen of de opzetlossen niet mee. En een dubbel stokje in de tweede steek. En dan gaan we daarna direct door naar het eerste boogje. En dan maken we 2 samengevoegde dubbele stokjes. Dus ik maak hem niet af. Ik haak hem door 2 en door 2. En ik haak hem dubbel. Door 2 en door 2. En ik maak hem af door in 1 keer de 3 lussen heen te halen. Het eerste samengevoegde dubbele stokje. 3 lossen. Zo maken we het boogje voor het puffsteekje straks. En nog een keer. En ik maak hem af door in 1 keer. We gaan het tweede blaadje maken. Dubbel omslaan. Doorhalen. Door 2. Door 2. Dubbel omhalen. Doorpakken. Door 2. Door 2. En ik maak hem af. Floep. Dan gaan we in 1 keer door naar het volgende boogje. En ik eindig deze toer met 2 dubbele stokjes in de laatste 2 steken. Ik kan hem afhechten. Nou, dan ziet het er zo uit. De blaadjes. En dan komen in de boogjes van 3 lossen de puffsteekjes. De lelietjes. Ik pak de witte draad, witte garen. En ik begin met 2 lossen om in ieder geval de hoogte te krijgen. Ik haal een stokje in het eerste steek. En nog een stokje in de tweede steek. En 3 lossen om naar het volgende boogje te komen. En dan gaan we nu een puffsteek maken in dit boogje. Ik ga hem 5 keer omhalen. Dus ik haal hem om. Ik steek hem door het boogje. Dat is de eerste keer. Tweede keer. Derde keer. Vierde keer. Vijfde keer. En ik ga nu in 1 keer alle boogjes halen.
en met 3 lossen naar het volgende boogje. 1, 2, 3. Doe nog een keer. Ik haal om, door het boogje, ophalen. Tweede keer. Derde keer. Vierde keer. En vijfde keer. En die gaan we er in 1 keer afhalen. Dus je moet er zorgen dat je niet te strak de draad om je naald heen wikkelt. Anders lukt het niet. En 3 lossen om naar het volgende boogje te komen. En de laatste. 1, 2, 3, 4 en 5. 1, 2, 3. En 2 stokjes in de laatste 2 steken. Dan is dit het eindresultaat. De lelietjes van Dalen lookalike. Volgende week een nieuwe steek. Deze week is Lotte bezig geweest met een bijzonder project. De anonieme sjaal. Vandaag een item over de anonieme sjaal. Dit project houdt in dat je anoniem een gebreid of gehaakt werkje dropt om een glimlach op iemands gezicht te bezorgen. Initiatiefneemster Linda Schijgrond plaatste een foto van haar gedropte werkje op Facebook. En het riep zoveel positieve reacties op dat het een hele hype werd. En daar doen we graag aan mee. Ik ga deze zelfgebreide sjaal droppen. Daar heb je voor nodig een plastic zakje. En een briefje van de anonieme sjaal waar onder andere op staat: voor wie dit vindt, maak maar open, het is een presentje. Ik ben niet verloren of kwijtgeraakt, maar door iemand met veel plezier gemaakt en hier voor jou neergelegd. Nou, we zijn weer terug op de redactie van Koffie en Wol. En het leuke is, de sjaal is gevonden. Nou, volgens mij is de vindster er heel erg blij mee. Allemaal positieve reacties. Dus met die glimlach zit het wel goed. Nou, bij mijn tafel is Petra aangeschoven, want het is tijd om te breien. Petra, vertel, wat gaan we doen? Ik heb gebreid. Een schruk. Nou, wat dat is, ga ik je zo uitleggen. Ja. En die schruk heeft verspringende gaatjes, dat is een ajour techniek. Nou, die ga je ook even mee breien. Oh, leuk. Ja, toch? Ja, heel mooi. Ja, jij bent van de versierende randjes. Ja, jij bent van basic. Weet je, ja. Hij heeft al gaatjes en op een bloemetjes, blouseje, t-shirt is hij heel leuk. Een schruk is een vestje. Ja. Ik weet niet hoe ze aan de naam schruk komen. Misschien dat iemand dat weet. Misschien Amerikaans? Ja, dat zou zomaar kunnen. Het is eigenlijk een hele rechte lap. Het is een rechthoekige lap met een ronde uiteinde. Dubbel. En dan heb je ook weer 2 rechte lapjes die de mouwen gaan vormen. Dus echt simpeler. Kan het haast niet. Nee, want hij heeft geen meerderingen meer. Een rechte lap die je dit stukje dan weer dichtnaait. Ja. De mouwen eraan. Nou, dat trek je dan lekker aan op een frisse zomer, zomerdag. Of gewoon als je gewoon een saai t-shirt hebt en je wil een leuke schruk aan. Ja, en kan even snel een randje aanhaken. Is die toch leuker? Nou, pimp jij hem, ja? Maar dat zou ik zelf ook kunnen breien. Ik wil niet opscheppen, maar dat zou ik op zich wel kunnen. Het is niet heel erg moeilijk om te maken. Nee. Want het is natuurlijk gewoon een rechthoekige lap. En dit is ook weer rechthoekig. Want dat heb je niet een boordsteek. Rond. Die heb je al een keer gedaan. Maar ook niet rond. Dit is ook gewoon een lapje. Dus het is echt makkelijker dan dit krijg recht ik niet. Recht wel recht. Helemaal. Leuk. Nou, het is wel van een heel leuk draadje. Heel zacht. Ja, ik zie het ook in mooie kleuren. De tendresse van Vilda. Nou, in leuke kleuren. Dus dat is wel jouw kleurtje volgens mij. En vandaag even niet, maar meestal staat je goed. Ja, zijn leuk. Ja, leuk. Nou, ik heb voor jou een mooie vel uitgekozen en ik heb een leuke roze. Ik heb hem opgezet voor je en dan gaan we kijken hoe die ajour techniek, want het is eigenlijk een eenvoudige ajour techniek, die met een omslagje en samenbreien. Samenbreien. Nou, leuk hè? Ja. Nou, het is eigenlijk een telpatroontje. Kijk, ik heb hem, mocht je meespieken, hier al liggen. Nou, ik luister gewoon naar jou. Hij verspringt, helemaal goed. Ik kan het niet lezen. Ik kan nog geen breien. Nou, dat gaan we dan nog een keer uitleggen. Ja, hoe je ook leuk. Zoveel te doen nog. Dat heb je met haak ook, toch? Zie je die verspringende gaatjes? Hier heb ik een omslag, 2 samengebreid, 2 gebreid. Dus ik krijg nu weer een omslag. 2 recht samenbreien.
En dan weer twee steken recht. Ik heb hem gelijk eraf gehaald. Oh, dat is ook handig. Ja. Die omslag is een extra steek. Ja. Dus die moet je weer compenseren in de mindering. Want anders krijg je op een gegeven moment alleen maar heel veel steken. Dus vandaar dat je de volgende weer samenbreidt. Nou, dan zit je boven een gaatje, zie je dat? Wacht, ik ga even die twee samen nog even breien. Ik ga toch even lekker op de oude manier. Ja. Ja, doe maar. Twee samen, hè? Twee samen breien, ja. Dus van twee steken maak je één. En twee steken recht. Elke keer hetzelfde stukje. Omslag. Aan de voorkant brei je twee steken recht samen. En twee steken recht. En dan gaan ze hier dus zo verspringen. Dan brei je zo de naald helemaal uit. Ja, dus steeds omslag, samen breien en twee steken. En deze zit dan in de rechte naald aan de voorkant. Het gaat best goed, per ongeluk toch nog. Deze brei je dan gewoon uit en op de teruggaande naald, zoals dat dan heet, brei je alle steken averecht. Want dan zit je aan de verkeerde kant van je lapje. Voorkant komt dan weer, brei je ze weer. Ja. En die andere toer die zit dus aan de achterkant. En wat dan weer lastig is van de achterkant. Nu brei je eerst een omslag en twee samen. En dan zit je aan de achterkant. Dus ga je eerst samen breien en dan een omslag. Maar wel gewoon recht. En niet averecht. Averecht. Dus wel averecht. Dit blijft tricot. Dus dan zie je dat. Dan denk je van, ik heb hem door. En dan moet je toch nog een stapje verder. Kijk, dit is de omslag. Dus die brei ik gewoon als averechte steek. Maar dat gaat je hele naald door. En de andere naald is dus gewoon recht. Dus alle steken aan deze kant averecht. Dat hoort bij een tricot steken. Nou, er is genoeg te leren in elk geval op brei- en haakgebied, merk ik. Er komt gaat een wereld voor je open. Ja, toch? Ik ben op net op pad, zeg maar. Wil je nog meer dat ik oefen of kan ik het gewoon thuis Als je het telpatroontje snapt, kijk, hier staat een rondje. En een rondje is een omslag. En dat driehoekje is dus die twee steken samenbreien. Oh. Hiervoor staan naalden. Eerste naald, dus heen. Toer eigenlijk toch? Ja, toer, naald is hetzelfde. Deze gaat recht. Twee gaat averecht terug. Drie is weer wat we nu zitten te doen. Dan ga je weer vier terug in averecht. En vijf recht in het heen. Dus de oneven toeren zijn recht en de even toeren zijn averecht. Ja. En in de zesde naald ga je dus met averecht steken en dan kom je dus, dan kijk je ook weer zo terug zoals je breidt. En dan kom je de eerste samenbreien tegen en daarna de omslag. Want je breidt zo, deze toer gaat van links naar rechts en die gaat van rechts naar links. Maar de even toer die je eigenlijk dus averechts moet haken, dus moet je die twee lussen breien. Ik zit zo ingebakken. Doe je die ook dus die twee steken averechts mee? Ja, die brei je averechts samen. Ja, precies. Dus eigenlijk moet even doorgaan nog, anders dan snap ik het eigenlijk dan moet je eigenlijk even vertellen. Want volgens mij zit ik ook niet op te letten. Het is nog te moeilijk om te combineren. Nou heb ik de averechte en de rechte naald gebreid. Draai je werk om en dan ga je in die zesde toer je werk het gaatje aan de achterkant breien. Dus nou brei je tricotsteek. En dan moet je dat telpatroontje andersom lezen. Drie steken averecht volgens telpatroontje. Dan kom je dus eerst die averechte samenbreien tegen en dan de omslag. Het is precies andersom als de voorkant. Twee steken recht. Twee averecht samenbreien. Je ziet dat je wel een beetje ruimte moet hebben. Een omslag en twee recht. Dit stukje herhaalt zich aan de achterkant. En dat omslagje wat je tegenkomt, die brei je gewoon mee. Gewoon als een averechte steek. Ja. Maar je kan eigenlijk in zo'n rechte lap alle verschillende steekjes pakken. Fantasie steken of wat dan ook. Dat maakt natuurlijk niet uit. Omdat het gewoon recht is. Bedoel, is het niet heel moeilijk om het aan te passen. Nee. Dus zeg je van, ik wil geen gaatjes, ik wil kabeltjes of weet ik het wat. Dan is dat allemaal mogelijk. En dan zie je dat ze dus verspringen. Ja. Dat was het alweer. We hopen dat je het leuk vond en dat je volgende keer weer kijkt. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten. Tot volgende week.